Geert 1-3 verlies. Hoe analyseer je de wedstrijd? Wel, het analyseren dat gebeurt zo meteen. Ik wil zeggen, de cijfers. Hè. En als ik het nu moet analyseren, heeft het niks te maken met de score 1-3. Maar meer met... we hebben gevochten, hè, en we hebben er een vlam in gekregen. De kolen brandden wel degelijk nog. Hè. Er waren mensen die daaraan twijfelden. Maar er zit zeker nog hitte in de groep. En we hebben er vandaag wat stro kunnen opgooien en een vlammetje kunnen geven. En ik hoop dat de mensen dat gezien hebben. Nu is het tijd om het hout te kleven. En daarmee bedoel ik om te trainen en nog zoveel mogelijk zinvolle arbeidstijd te besteden. En moet hard nog gewerkt worden. Hè. Ik denk dat iedereen ziet dat we aanvallend pak tekort komen. Oké, Marien is vandaag licht gekwetst. Dat wilde ik net vragen, want ik heb het aan Jannek ook gevraagd. Want je kent de mensen natuurlijk, Marot er niet bij vandaag. Dat roept misschien dan weer vraagtekens op, maar hij is wel degelijk geblesseerd. Ja, en zijn vlammetje brandt ook nog, zeker weten. Maar Marien is inderdaad licht gekwetst en dan heeft het geen zin. Dan kan hij zich beter opladen voor zondag en voor volgende week. Hè. Hoe heb je die wedstrijd beleefd? Want je bent nogal een vrij hevige coach, als ik dat zo mag uitdrukken. Wel, dat mag je zeker zo uitdrukken. Ik heb me wel lichtjes laten gaan. En dat was bewust, zal ik zeggen. Ik denk dat het belangrijk was dat ik voorop ging in de strijd. En ik denk dat de mensen ook hebben kunnen zien dat dat er jongens waren die dat opportunisme hebben opgepikt. Maar natuurlijk, volleybal is meer dan opportunisme en geloof en bezig zijn met energie. Het is ook een tactisch spel en soms moet een bal tegen de grond. En dat mankeerde. En dat is voor een stuk de verdienste van Roeselaren. Hè. Die hebben goed verdedigd, goed geblokt. Het zijn zeer woelige dagen geweest. Hè. Hoe ben je daar zelf mee omgegaan? Want ja, het ontslag van Chris was natuurlijk voor de buitenwereld toch wel een donderslag bij helder hemel. Ja, voor de buitenwereld en voor hemzelf ook, denk ik. Hoe ben ik daarmee omgegaan, vraagt u. Ik probeer daar zo sereen mogelijk mee om te gaan. Hè, het is een beslissing die snel is genomen, maar wel overwogen. Hè. Dus daar is, ik denk dat die gedachte misschien al een tijdje leefde. Maar de kogel is heel snel door de kerk gegaan en de vraag is aan mij gesteld. En ik ben daarop ingegaan. En dat, van dan af heb ik dat afgeknipt. En alle gedachten en al datgene wat energie kost heb ik afgeknipt. En ben ik mij beginnen focussen op ons team. Nog meer dan ervoor. Tot slot, wat zijn dan zijn de ambities bijgesteld nu? Jawel, de ambities zijn bijgesteld. En wel in die mate dat we gierig zijn voor het eerste punt van de volgende match. En niet meer dan dat. We willen het eerste punt van de volgende wedstrijd winnen. En dat is de attitude waarmee we ten strijde gaan. Elke keer weer. En meer hoeven we niet te doen. Ambities is een prachtig woord. En net als haat en liefde, dat ligt dicht bij elkaar. Maar een prachtig woord en een vies woord, ambitie, is een woord met twee gezichten.